Spannend, hè? Als je Donnerland hier nou helemaal kent, dan valt hij best mee. Nou, ik heb anders vreselijke verhalen gehoord. Daar komt hij. Zo, uilenballen. Zijn we er eindelijk? Welkom bij deze speciale missie. Jullie zijn uitverkoren om mij vandaag te assisteren bij een van de belangrijkste expedities aller tijden van de maffia. Enige tijd geleden hebben wij, als de grootste maffiafamilie van Nederland, een behoorlijk verlies geleden. Iedereen denkt dat wij al het goud kwijt zijn, maar niets is minder waar. Ik heb er namelijk hoogst persoonlijk voor gezorgd dat al het goud is verstopt. En daarna heb ik met mijn meesterlijk brein een schatkaart gemaakt. Vervolgens heb ik die schatkaart in verscheurde delen verstopt. Aan jullie is het de taak alle stukken van de schatkaart te vinden, zodat jullie precies kunnen zien waar het goud verstopt is. En daarna stormen jullie op het goud af en nemen jullie de buit mee terug naar mij. Is er nog een slimmerik die een vraag heeft? Ja, Don Hollandia. Wij hadden nog een vraag. Waarom heeft u precies het goud verstopt? Stel het je mee, Kukkels! Om het de politie zo moeilijk mogelijk te maken, natuurlijk. De politie is ook op zoek naar dat verrekte goud. En daarom moeten jullie zo snel mogelijk het goud opsporen, zodat de politie het niet in handen krijgt. We vertrekken klokslag 3:00. Ik zal jullie op de voet volgen door middel van livestreamverbinding. Dus ik hou jullie in de gaten. Wat zitten jullie mij nog wel aan te gapen? Kom in actie, Engelskerkers! Hij viel toch best mee? Nou, vind je? Kom, laten we ons gaan voorbereiden. Wat ik heb gevonden. Wat is dat nou? Dat is een koker. Misschien zit er wel goud in. Maak open, snel. Zo, dan heb ik er ook een gevonden. Echt waar? Waar heb je die gevonden dan? Bij de speeltuin, jij? Ik heb hem bij de receptie gevonden. Jullie zijn ons gewoon voor de gek aan het houden, meiden. Nee, echt niet. Jongens, Robin heeft iets heel bijzonders gevonden. Laat maar eens zien. Jongens, ik zat lekker op de wc en toen kwam ik iets, een koker tegen. Jongens, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar er gebeurt echt iets heel vreemds. Hoezo? Hij zat gewoon lekker en plotseling vond hij een koker. Zullen we de kokers openmaken en kijken wat erin zit? Nee joh, ben je gek? Misschien zit er wel een bom in. Dat weten we dus niet. Misschien zit er wel te gekke make-up spullen in. Lippenstift, foundation, roots. Ik vind ook dat we ze open moeten maken. Jongens, er gaat een telefoon. Die van mij ligt thuis. Die van mij ook. Ik heb hem ook niet bij me. Neem op. Wie? Ik? Nou, ik neem hem wel. Hallo, met Stefan. Goeiedag. Je spreekt met de hoofdcommissaris van de politie. Uit zeer betrouwbare bronnen heb ik gehoord dat jullie maar liefst 4 kokers hebben gevonden. Klopt dat? Ja, meneer de commissaris, dat klopt. Hebben jullie de kokers al geopend?
Ja, meneer de commissaris. Hebben jullie hier stukken papier in gevonden? Ja, meneer de commissaris. Weten jullie waar de stukken papier voor zijn? Ja, meneer de commissaris. Mooi, stop de stukken papier terug in de kokers. Willen jullie me helpen? Ja, meneer de commissaris. Mooi, dan zie ik jullie klokslag 1 uur bij het sportveld. Ik wacht op jullie. Bereid je voor op een spannend avontuur. Dat was de hoofdcommissaris van de politie. Dat vermoedde we al. Wat moeten we doen? Om 1 uur bij het sportveld horen we meer. Kunnen jullie dan? Moeten we dat nou wel echt doen? Ja, natuurlijk. Een avontuur. Als jullie gaan, ga ik ook wel mee. Ja, ik wil eigenlijk ook wel. Oké, dan zie ik jullie om 1 uur, jongens. Doei. Doei. Tonlandia is best rustig, toch? Kan hij nog veel erger dan? Kom jongens, we gaan beginnen. Jij maakt alle wapens schoon. Ton, jij maakt het detectieapparaat klaar. En ik teken alle tactiek uit. Ja, baas. Doe ik even dit en dit. Vrees dat hij kapot is. Ah, stommerik! Dat was ons detectieapparaat. Daarmee moesten we de kokers opsporen. Ja, maar nu niet meer. Wat nu? We zullen Donnelandia moeten vertellen. Die zal niet blij zijn. Jij bent de Sjaak! Mam, er is echt iets heel tofs gebeurd. Mag ik vanmiddag hier blijven? Nee, Robin. Vandaag moeten we even weg. Ja, maar ik heb beloofd hier te blijven. Maar waarom moet je hier blijven dan? Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Maar ik ga lekker toch. Nou, als je zo'n tent helemaal aanslaat, dan kan je een hele week in de tent blijven. Alleen niet zo lekker geslapen hebben. Wie heeft een oplossing? We zullen met onze ogen moeten zoeken, jongens. Sorry, collega's. Goed dat jullie zijn. Mijn team en ik kunnen deze missie niet alleen oplossen. Daarvoor hebben wij jullie nodig. Het is goed dat jullie er zijn. Donnelandia en zijn onderdanen komen waarschijnlijk zo naar deze camping toe. Hij heeft hier in de buurt goud gestopt. Niemand weet precies waar het goud ligt. Hij heeft daarom een landkaart gemaakt. Die in 8 stukken geschikt, die op deze camping verstopt. De stukken landkaart zitten in kokers. De maffia komt zo direct deze opsporen, dus wij moeten ze voor zijn. We hebben begrepen dat jullie al 4 kokers hebben gevonden. Dat is fantastisch. Maar we missen er nog 4. Dus we willen jullie ze vragen zo goed mogelijk uit te kijken naar de andere 4. Maar dat kunnen jullie wel. Want jullie hebben de andere 4 kokers ook al gevonden. Als jullie op zoek gaan, moeten jullie erg goed oppassen. De maffia is levensgevaarlijk. Leid ze af. En ren zo snel mogelijk terug naar ons. Want ze durven natuurlijk niet dicht bij de politie in de buurt te komen. Dan is het nu tijd om jullie wat meer informatie te geven over de maffia. Dit is Ton. Hij beschikt over veel apparatuur. Dit is Mon. Hij heeft een gevaarlijk wapen bij zich. Ron is te herkennen aan zijn gouden ketting. Pon is heel snel. Lon is atletisch gebouwd. Hon doet alle papierwerk. Bon kan heel goed zoeken. En Kon is de onderbaas. Goed, nu weten jullie een en ander over de maffia. Nu gaan we snel beginnen. Sjoerd, Tim en Emma, jullie zoeken in alle bosjes.
Sarah en Isa, jullie zoeken rondom alle toiletgebouwen. Stefan en Eva, jullie zoeken bij alle speeltuinen. Wij zullen jullie assisteren waar nodig is. De maffia heeft zeer dure apparatuur. Wij hebben die nog niet. Bezuinigingen, hè? Bij deze is het avontuur begonnen. Vandaag geen gezeur dat je hier moet blijven. Mam. Oh, ik heb mijn portemonnee vergeten. Jij blijft even op mij wachten. Ik ga hem even halen. Jongens, we zullen met onze ogen moeten zoeken. Zijn we er klaar voor? Ja! Terug naar het sportveld. Over.
zijn die kinderen toch aan het doen? Welke kinderen? Die kinderen. Wat zouden we moeten zoeken? Wel verdraaid, dat lijkt wel. De kokers, erachteraan! Van Eva, als jullie me horen, schud de maffia af en kom zo snel mogelijk hierheen. Over. Stefan, Eva, horen jullie mij? Over. Yay! Goed dat jullie hier zijn. Nog wel met de koker, wauw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We missen er nog één. Ik ga zoeken. Nee joh, ben je gek? Hartstikke fout, man. Moeten ze hier een short en even eruit zien? We kunnen toch niet toestemmen dat de maffia mee vandoor gaat? De anderen hebben grijs short. De mafiosi is te sterk. We moeten ons erbij neerleggen. Maar dat betekent dat we het goud niet zullen vinden. Klopt, we hebben ons best gedaan. Maar het is helaas niet anders. Hé, hey, kijk daar! Superhelp!
555 Superhero or log on to www.superhero.com. For now, bye-bye, take care, see you later! Politie, u bent omsingeld en wordt gearresteerd voor illegale goudverduistering. Komt u naar buiten met uw handen omhoog.